Prince Friso Heat Hash and Biscotti. And Karibo New Kinderspel. Welkom bij jouw eigen 10 minuten jeugdjournaal. Op school krijg je taal, rekenen en leervakken. Maar wat ook heel belangrijk is, is spellen. We gebruiken het elke dag. Spellen helpt je bijvoorbeeld als je moet schrijven. Daarom werd er gisteren in de congreshal voor de eerste keer in Suriname de Surinaamse spelling D gehouden. Jeugdjournaal. J-E-U-G-D. J-O-U-R-N-A-A-L. Jeugdjournaal. Ongeveer 120 kinderen deden mee aan de eerste ronde van de spelling bee. Zij kregen elk 4 woordjes om te spellen. En voor elk woord kregen ze 40 seconden de tijd. De contestanten waren een beetje zenuwachtig, maar deden niet zomaar mee. Zij weten hoe belangrijk spellen is. Ik wilde meedoen omdat ik spellen belangrijk vond en die woorden, die moeilijke woorden, die leer je kennen en hun betekenissen ook. Ik heb meegedaan omdat ik wil dat mijn woordenkennis groter moet worden. Omdat ik het belangrijk vond en ja, ik kan veel leren. Moeilijke woorden leer je beter. Ik heb meegedaan omdat Spelling Bee goed is voor je woordenschat en je kan ook beter werken. Spelling Bee is belangrijk om de leerervaring van kinderen te vergroten. En om ze gewoon ook te helpen of te ondersteunen in het correct spellen. E-R-S-T-R-E-N-G-E-N-E-N. Verstrengelen. Voor de kinderen was het de eerste keer dat ze voor zo'n groot publiek moesten spellen. En dat kan je wel een beetje zenuwachtig maken. Toch hebben de kinderen flink hun best gedaan. Omdat ik een beetje zenuwachtig was, heb ik wel 2 foutjes gemaakt. Ik vind het helemaal niet moeilijk. Als je het leert, dan ga je het zeker kennen. Ik vond het woordje debutatie niet moeilijk, maar ik verstand ze niet goed. Dus had ik het ook fout gespeld. Ik vond geen enkele moeilijk, maar het zenuwen heb ik 1 fout gemaakt. Na elke ronde gaan de kinderen die het best spellen door naar de volgende ronde. En wie heel goed is, mag door naar de finale. Ik denk dat mijn school het zal halen omdat we flink hebben geleerd en we ervoor gaan. Natuurlijk gaat mijn school naar de finale. Die meisjes van mijn school zijn echt vlot. We kunnen goed spellen en ja, we proberen om verder te gaan. Mijn school gaat de finale wel halen omdat we geen fout hebben gemaakt. Het is de bedoeling dat deze Spelling Bee elk jaar wordt gehouden. Zo zullen de kinderen gemotiveerd blijven om hun woorden goed te leren. Het doel is om de Spelling Bee over 3 jaar in alle districten te organiseren. Dit zal dan moeten leiden tot de landelijke kampioenschappen. Het gaat niet goed met Prins Friso, de tweede zoon van koningin Beatrix van Nederland. Doordat Friso lang onder de sneeuw lag, kregen zijn hersenen niet genoeg zuurstof en stopte zijn hart. Reddingswerkers kregen zijn hart weer aan de gang. Maar zijn hersenen zijn zo zwaar beschadigd dat er geen zekerheid is of de prins ooit weer echt wakker wordt. Een week na het ongeluk van Prins Friso hebben zijn artsen voor het eerst verteld over zijn toestand. Tijdens de wintersportvakantie van de koninklijke familie is Prins Friso bedolven onder een lawine. Hij heeft een hele tijd onder de sneeuw gelegen en is daardoor in coma geraakt. Maar wat is een coma eigenlijk? Een coma is een slaap, eigenlijk een diepe slaapstoestand die veroorzaakt wordt door verschillende ziektebeelden. Prins Friso ligt al een week in coma. Het kan nog maanden of zelfs jaren duren voordat de prins wakker wordt. Je hebt een oorzaak van coma waarbij mensen dus langdurig zuurstofgebrek hebben gehad, waardoor ze dus niet meer wakker kunnen worden door de ontstane hersenschade. Het hart van de Nederlandse prins heeft ongeveer 50 minuten stilgestaan. Daardoor konden zijn hersenen niet genoeg zuurstof krijgen en heeft hij een zware hersenbeschadiging opgelopen. Zijn artsen weten niet of hij nog wakker wordt. Hersenschade, dat is een toestand waarbij de normale hersencellen zodanig beschadigd zijn door bijvoorbeeld zuurstofgebrek, dat ze niet meer kunnen doen wat ze vroeger deden. Dan kan het zijn dat iemand eruit komt dat hij alleen maar een beetje kan liggen en kan ademen en misschien nog een beetje kan eten, maar dat hij verder niet meer kan praten, niets meer ziet en eigenlijk nauwelijks meer kan denken. Dat is ook een vorm van ernstige hersenschade. Het is nog even afwachten voordat het duidelijk is hoe het met de prins zal aflopen.
Jullie kennen vast allemaal de gezelschapsspelen, mens erger je niet, Viraparij en Monopoly. Maar er is sinds kort een nieuw spelletje erbij, namelijk Caribo. Het spel is bedacht door schrijver en dichter Gerrit Baron. En net als de naam het al zegt, het gaat over het Caribisch gebied. Oké, jongens en meisjes, we zijn hier vandaag omdat ik heb een nieuw spel voor jullie. Spel, een nieuw kinderspel, gezinsspel, spel voor jonge mensen en oude mensen, spel voor iedereen, voor alle Surinamers. Dit spel, je ziet het zijn, is een vliegtuigspel. Maar meneer Baron, hoe bent u op het idee gekomen om zo'n spel te maken? Ja, kijk, het gaat om Caricom. En heel wat kinderen weten niet wat Caricom is. Nu heb ik gedacht van, laat me een spel ontwikkelen, waardoor de kinderen spelenderwijs kunnen leren wat Caricom is. Wat zijn de Caricom-landen? Welke landen zijn het? Hoeveel landen zijn het? Want in het spel vliegen de kinderen over de Caricom-landen. Is dit spel alleen voor Surinaamse kinderen? Nee, het is een spel voor alle kinderen van de wereld, van het Caribisch gebied. En daarom hebben we het ook in 4 talen. Alle spellingen zijn in 4 talen. In het Nederlands, in het Spaans, in het Frans en in het Engels. Zodat overal ter wereld met dit spel kan spelen. Dus als je nog niet weet wat je doet in het weekend, misschien kun je samen met je vriendjes en vriendinnetjes een potje Caribo spelen om je te vermaken. 35 missen en er is maar 1 die Miss India Worldwide kan worden. Morgen is de grote verkiezing en dan wordt duidelijk wie er met de hoofdprijs er vandoor gaat. Veel kinderen kunnen niet naar de verkiezing, daarom hebben wij ons eigen 10 minuten misverkiezing gehouden. Dames en heren, welkom bij Miss 10 Minuten 2012. De contestanten stellen zich nu graag voor. Yo, mijn naam is Shaniel Gayadin. Dat ik een goede meester Shaniel kan worden omdat ik goede prestaties op school lever. Ik ben Ishika en ik ben 11 jaar oud en ik denk dat ik mis kan worden omdat ik zorgzaam ben. Ik hoop dat ik een goede mister kan worden omdat ik een flinke jongen op school ben. Lobby. Hi, ik ben Kelly en ik ben 12 jaar en ik denk dat ik mis kan worden omdat ik lief en aardig ben. Ik ben Caitlin en ik ben 11 jaar. Ik denk dat ik een mis word omdat ik vriendelijk ben en mezelf respecteer. Maar dat hebben ze helaas niet zelf voor het zeggen. Wie de uiteindelijke winnaar wordt, dat ligt aan de jury. Ik ben jurylid Ishana. En ik ben jurylid Laurens. De punten worden nu bij elkaar opgeteld. En dan is het moment dat de winnaar wordt bekendgemaakt. Nummer 1. En de winnaar is iedereen. Dat is natuurlijk niet zoals het morgenavond gaat. Dan is er maar 1 mis die er uiteindelijk met de hoofdprijs ervan doorgaat. En dat was het weer voor deze uitzending. Heb je hem gemist? Ga dan naar onze website www.jeugdjournaal.sr. Prettig weekend!